Zwart kruis, hè? Zwart kruis. Ja. Dus je van links het hoesje van Pieter van der Meulen, Pieter en Richtje. Richtje gemeen, die weer in de hoes. Die hier meestal een kapkoude bril hinnen. Maar die zei wat min. Nou, lijst van het lucht. Hier gaan we verder. Het dwarping nog, hè? Dwarping, ja. Mensen hier doen ook een soort valkstuntjes. Je bent een Sjoerd Evers in die tijd. Sjoerd Janke. Dit weer Janke. Hondje er vanzelfs bij. Dat maak ik even op een film. Het vee in het loon. Noord-Burgum is nog een betrekkelijk jong dorp. Besteedt nog maar 64 jaar zelfstandig. Het vee wil er ook al even bij die verneem ik als er wat oorzaak ja. Oorzaak is. Je voert nu links daarvan dat we aan de kwekerijen. Dat is ook al hier daarnet meer. Oorspronkelijk wie Noord-Burgum een bevolking van streetmakers en rijdekkers. Nou, dat is die eens al eerder. Bouwvakkers. Vrouw Evertswe. Dit weer de Greense Stritwei. Rik Stritwei nu. Prachtig mooi met de bijhemmen aan beide kanten. In die jaren is ook het fietspaad langs de Stritwei online. En daar ben ze nog met een gang, dacht ik. Ja. Het Houtenburg, hè, ja. Dat bracht ik heel wat verorgen in het dorp Noord-Burgum teweeg, wat de werkgelegenheid betreft. Van de jaren vrouw. Ja. Vrouw van der Heijden bij de bushalte. Foragehandel, Eibert van Akker. Ali. Van Akker. Bonne de Boer, zijn vrouw. Jansje heet ze ook net? Ja. Bonne, wie dat? Hij heeft van Dijk zijn vrouw, meen ik wel. Begin van Noord-Burgum. Begin van Noord-Burgum. Ietsje van der Wal. Bij de Bebbeshezes, dacht ik. Skwandachter, Ietsje van der Wal. Bij een zoon, dacht ik, in de Bennewijn. Siebe misschien? Denk het. Ingang van Tjerkenpaard. Hagen van der Meulen, die zult de zaak even een verfje aan. Die hebben nou een gevaarlijk klusje. Dit is Ali van Akker. Ali Vries en Gano met de dochter. Je Tjerkenpaard in. Dat hoest je het rek net meer. Er zit nog een bungalow op. Vrouw Vlier. En haar man Auke. Peter heen weer op. Ja, wie een dubbelt hoes links daarvan. En Maaike Staphorstjes, mijn broer. Mevrouw Pietersma, zijn vrouw. Ja, mijn vriend Klapstra. Dit weer de oude post dan. Dit weer de oude post, Sapen Pietersma. Hier wel de boerman die de jongen wennen had. Zit nog een. Nee, hoe? Nee, achter hoe? Zeg, helemaal verbouwd toen. Dat weer gastje met de beide. Ben er achterop. Jurien Douwens met de vrouw, de vroegere slachter. Nee, dat erop houden wie had Douwens nog heel lang actief geweest in de middenstandsvereniging. Die verkocht dan de bonsjes in de Sinterklaasactie. Dit is Sip. Sip van der Meulen, wie een klompmaker. De eerste klompmaker in Noord-Burgum. Dit weer de dwarfwinkeltje Ietsma. Noord-Burgum hier toen nog verschillende winkels. Die een wat groter door een beetje lietser. Sjoerds Ietsma. En regelmatig ging ik me nog herinneren, je werd dat onpast en moderniseerd. Mevrouw Rietveld in de winkel nog even. Die in echt naar contact met de dwarfsmeesken, volle ja. Meer als nou. Ik kan me de tijd nog wel heugen dat we daar komen en gewoon achter de twaambank staan om bladskippen te halen. En dat ja. We uit het vak pakken, dat we de oorhoeken in poeden. En oomske zus of een jouw poems afvallen. Heb je vrouw iets maar. En dit weer al een moderne uitvoering van de zelfbediening met een meer.
Zelfs een vriesvak. Mevrouw Rietveld. Lodje Rietsma. Een grote rol in het winkeltje spelen, die er direct bij. De dochter, Sjoertje, en de klant, Jouke Vink. Alles waren een mooie tas dingen. Ja. De Riekstraat bij. Dat hoesje stier er echt niet meer. Nee, Terpstra had hem in de Kwenne en Beek. Ja. De Schilder. De Schilder. Jaap Eldering. Ja, Beek Brandmeester, Jovo. Ja. Vrouw Eldering, even een stukje kastpapierverkeer, heb je plakplastic, denk ik. Deze man die wel een nebenhandje ja. Ik ben met alle in een knap even op een foto. Ik ben inmiddels ook alle getrouwd. Vrouw Eldering er nog even voor. Meester Telstra. Hoofd van de christelijke squallen. Onafscheidelijk was hij een pipke. Griet van Jan de Vries. Is Maarten Sekema. Ja. De lidzijntje wie het winkeltje de Nionken. Wie ook een krudenierswinkeltje. Sieben Akkerwijn, de nooi in de bungalow. Ja. Wat er nou op steert. Dit wie Geertje van Piet en Sjoertje. Van Piet Sekema. Sitske van Jan de Vreerkje. Maar ik denk de eerste dochter. Ik denk het al. Eibert Mozes. Van Koekhinnen, hè? Ja. Dat is Eke zelf. Dat is Eke Koenstra. Die haalt de wask van Aline. Van haarzelf en de buurvrouw, nee, denk. Van de buurvrouw, die wist ik. Dit weer de buurman. Van Akker. Straatmaker altijd west. Tjallingbos, fietsmaker, smid, van alles. Voor alle klusjes kon je erheen. Ja, en dat is onze. Man van het leenbedrijf toen in de tijd. Van der Wouden. Johannes en Itzie beide. Ja. Altijd. Witske. De broer van Johannes van der Wouden. Ja, Gjalt en Witske. Gjalt en Witske. De zoon Johannes. Dit is dus op Pieter Hilkemastret, hè? Ja. Bij de hervormde kerken. Jan van der Wouden, ook een zoon met de dochter. Dit is de hervormde kerken. Later is er een toer is restaureerd en er is een klok. Een nieuwe klok inkomen, in elk geval een wiederplaat, het dorp in. De waterleiding en het huis van de timmerman Grunstra. Dit is, en dat huis die de Nionken, daar waren de politie in, politie Wettinga. Vrouw Westra. Dat is vrouw Westra. Fietspaard voor de waterleiding gebouwen ons. Dit openbare squallen. Meester Bos al die tongen stien. Mijn grote kei op het plein. Waar de poppen stien neemt, hè? Dat. Ja. Meester Edel en juf Roeltsma. Seertone. Seertone, Wiebinga. Dat herkennen, ja. Ik dacht dat jonkje van meester Edel weer. Ik zie Romke Feitsma. Later weer de squal een vernieuwing ta. En toen ben ze naar de oorkant van de straat. Wij gaan in het dorp naar Pieter Hilkema stritten. Hij staat er nou wel, want hij zit nou antiek in. Ja, antiek de beuk. Daar zijn we ieders 82 nog. Je bent wel heel wat op squal als ja. Wel. Ja, echt oude speeltjes nog, hè? Ja. Bokje springen, bok, hoeveel oren heeft een bok? Ja. Tongen er even uit, ik heb er ook altijd bij. Je hebt nog even een luidje. Ja. Dat is Aukje van Stwarm. Yvette Skotanus. Rietje Beek.
Toen kreeg er nog een heel soort van eken. Ja. Dat wien je van Gerald Sepp. Ja. Tetsje. Alleen hier even op een stien. Ja, stien verover je. Hinder die in het doen, ik altijd al. Stien verover je en dan. Ja. Dit het laatste bloem die weer dan de winnaar. Ja. Heel soort van die speeltje bloeren en toch wel bestaan, he, op zo'n plak. Dat, ja. Die steen die er nog lekker nou, die zit nog bij de naaierskwallen, de oerstek. Nou, hij is redelijk laag, het is nog zo mooi hoor. Dit is de kleuterskwallen, de piekers die help. Dat zijn oer, ja. Dat is een oer. Oude vrouw Bosma. En buurvrouw. En de buurvrouw. Het vest komt de buurt, want dan ligt het wat mooier. Petro. Vrouw Bosma, ik van de Loogsma wij. Familie Toonstra wij het en al. Ja. Narazana hier. Juist. Het is echt bij de piekers twijlp. Juffrouw is later bij een boomster trouwd van de slachter uit van Woorden. Hoe ze verder hiet, weet ik niet. IP kleuterskwallen waar het vroeger ook wel neemt. He. Het is ontstien ik mij vanuit de naaiskwallen, vanuit de IP-stichting. Later hier is een nee-stuk ombouwd voor de leslokaal. Zelf ga ik er heel weinig in gingen, want ik koet er net uit horen. Ik ben wat memmegek. Maar ik kan me nog heugen dat het stuk van het Ermhoes, de Njonken Albaand is. Dan komen we vanuit Squallewijs in. Wie vindt een boete van het bladje. En in een vlammen uit het dakwij. Ja. En wie waren al je binnen halen. En toen is een heel stuk achterkant van wat nou het Klompenmuseum is. En de Klompenmakerij is toen Albaand. En daar had later eerst de kleuterskwal in West. Ja. Dat ben ik begonnen. Alleen even op de glierplanken, ja. Het klimrijkdaal. De figurare welling. Of haast zuster Pietie. Die had er beide in steen. Het was een dandemas. Dit is Joost Parmentier, dacht ik. Tjitske Pasma, ken dat? Dat ken wel eens. Ja. Je werd bouwd van een betonmuur met de zin. Klaas eentje met de dochter eentje. En misschien Pieter en, op je arm. Ja, zo kennen. Je ziet nu al die zon 60 filmen heen en jaren dat ik wat in het opgroeien zie. Dus net al die hier van de dingen in het dorp om je heen. Dit weer de duplexwenningen. Ja. De Ooyvaarsbuurt had het neemt, de Koreabuurt had hem neemt. Hij is nog helemaal verbouwd. Letter had er ook een soort oude mensen in wennen, he, dat Pieter van der Meer. Ja, oude Pieter. Hier is Oerse met de trekker en de pick-up bezig. Heer in pakjes te draaien. Je ziet wel een hele oude huisverhalen als toen, hè? Ja. Skelken voor. Dit is weer dit is echt weer op een loop, ja. Op duplex bidden. Ja. Toen in het Lietse hoesjes nog, hè? Ja. Dubbele laag boven en onder. Heel wat Noord-Burgemers gaan daar wennen. Dit is een Halderskelske. Ja. Ja. Mevrouw Robin. Dit is hier van Harmenani. Dat is hier van, ja. Alle jongeren die trouwden die begonnen daar. Ja. En letter binnen de neere stritten van Kronenburg, waar Hanegravij binnen ontstien. En dan trokken ze daarheen en hebben Götterhuizen.
is Harm Zanni. Vrouw Ingaarden. Tjitske Boonstra. Faye Wester is zijn vrouw. Rolly, dacht ik. Tine Vlaken. Ja. Freerkie en Nicolai. Weer bij de dochter op bezoek. En Sietske dan weer bij de pop. De Lene Stok, waar de Ben zetten. Prachtige Lien naar boven van over het balkontje. Mijn katraltje kon ze toch de waskuit hangen om te drogen. Dat is Tine van Akkerik weer. Pim van Zerdeminken. Mijn poedeltje. Duke, ja. Kees Duke, wie deed? Duke van dat de Rijksdag. Dat kan ze met blouse los, jurk ja, los, oh. Dat mag eerst even een oors. Zo is de voortnek naar brengen. Ja. Nou, maar nou is er klaar voor. Romke Kar, in het heer. Dan ben je een beetje aan bij de klompen. Ja. Dit is een stuk van het oude Ermhoes. Ja, heel wat oude mensen vroeger erin zitten. Nou dan de klompenfabriek. Klompenmakerij en het Klompenmuseum zit er nu in, waar heel wat mensen komen. Zijkers Carillon, Johannes Dijkman. Johannes Dijkman, ja. En Sjebbe Hoekstra, die werkte er in die nek. Die had er ook bij in, dacht ik. Ja. Daar nog verschillende mensen schoof niet meer, als je het past, maar weet ik net nog wel. Ja. Maar eerst heel wat gebeuren, of gaat er een klomp? Ja. Tot stand komt. Met de kettingzagen, stukjes draaizagen, je hebt een goede maat. Eromheen een lijn een paar grote veerten, net dat de BM ook nog wel eens een lijn te wetteren. En dat, de lens zagen, om die blokjes te zaaien. Dit is Johannes Carillon. Je werd even de zagen sliepen. Wordt eigenlijk geautomatiseerd. Dan begint het al een lidsbietje. Op een klomp te liedje, hè? Ja. Dat, ja, in je modelklomp, dan even waar het draait. Prachtig gezicht is dat. Echt een hoog ambacht nog, hè? Dat, ja, alle keren we een keuze draaien. Maar de finesses die ontstien dan eigenlijk letter met het mes, met de, gewoon met de hoorn. Ja. Om dat precies op maat te brengen. Zijkers Carillon weer. Leerke gaat erin, meisje. Typisch, hè? Hier hebben we eigenlijk al hier de leerke klompen. Op oren plakken, ja. Als een protte de... De kapklompen. De kapklompen, ja. Laat nog heel wat bewerkingen ondergaan. Dat het een mooie klomp is. Verfkwast erover. Als Carillon klompt, dat is eigenlijk een begrip, hè? Het is overal bekend. Heel vaak kampioen bij Stek van Nederland. Brabant kom ik altijd nog een paar klompen. Ja. Makerijen voor. Sint-Oederode. Maar daar won het heel vaak van. Ja. Nou, deze werd goedkeurd. Elke Noordburger maar rent op een skriontje. Ja. Al iets dat gebeurt. Dit is de Ermhoeswaai. Dr. Ipelaan heet dat zijn burg. Daar op de eens tien nog een rietje van die witte hoesjes. Dat is nog twaalf, denk ik.
meesten minder dan wij, ja. Dit is Anne Pasma. Bibi Hamem te Wastien, dacht ik. Dit is haar man, Faye. Tuntje de Nielken. Ja, dat dwarsteekje waar dan vroeger de klonjebuurt neemt. Ja. Anne Sjorekke, wat speeldrol is. Taapke, Anne Taapke, vrouw Kloetstra dus. Mijn familie leert me in ik wel. Dat ken wel. Dus Anne zelf, ja, Pat zit goed, joh. Ja. Familie dat van is van der Meer. Ja. Dit is ook een begrip, dit is Fink. Martin Fink, die verzamelen. Ja, voor een schitterend plaatje van zo'n ja, zo. Prachtig. Martin van der Veen, de Grientman, uit Vingorden, ik kom eigenlijk altijd nog in Noordburgum. Ik wil van nog niet meer. Nog niet meer, hè? Nee. Dit is Klaas Harkes, ja. Dit is de omroeper. Ik ben op haar. Simmerdijk, hè? Simmerdijk, dit is zijn vrouw, Metje. Zijn dochter. Ja, hoor, werd wat de keer weer dat wie Klaas is aanwezig om het bekend te meisje. Ja, altijd willen. Familie Kinderman, ik heel bekend in Noordburgum, die wen in Nijtoutenburg. En die maken heel vaak even een blokje troodwarp. Het eerste echtpaar, dacht ik, Toutenburg. Is ook weer Toutenburg. Albert Sikkema. Had een winkelman geweest, ook in Noordburgum. Dat is vrouw Boonstra, Griet Boonstra. De christelijke squalen. Die is lekker letter verhuizen naar de Zevenhuisterwei. Hier naar de Emmanuel squalen. Meester Telstra. Die houdt even wat op, de band waanzillen. Dat is die zuster Bram. Ja. Dat is Bonne. En daar komt de hele sleep naar boeten daar. Ja, dat is wat. Ze wil spelken die hier. Ja. Kijk, hoe ze het zien waar het al je bent. Net iedereen herken je meer, he, maar toch zo'n voor kap. Ja. Oh ja, dat is veel daarin van wijzen. De trekken zitten er dan altijd nog wel in. Dit speelt zich joh, je echt niet meer, zeg maar iets uit die. Dat gaat even mis. Ja. We blakken de band toen, heel oors als nu. Ja. Vechten. Ja. Dat liep het wel David en Goliath, een liedje in Grutten. Ja, meester de Tusken en Ieskewouwen. Dat is een van Sikkema. Ja. Een van Varre van der Veen. Ja. Een van Dikman. Dacht ik, hè? Ja, dat is een van Dikman. Ik ben met onderhand ook wel heel trouwd en haar zelf wel ben. Dat is vrouw voor de procedie die dan is hier. Dit is hier van Parmentier. Dit is hier van Procé. Famke. Een hele klof ben. Spiegelbroek moest hij in die tijd net volgen. Nee, dat was nee, hem. Dan heet het. Wie alleen nog jurkjes en rakjes. Ja. Van juffen, ik wil aardig willen. Ja. Meester nog eens weer in beeld. Juf had er net zo vol als in, hoor. Nee. Meester met er echt nog een galama. Juist. Zeven is erbij. Met de gereformeerde tjerken. Dit is echt dus een gezicht. Het is nog zien dat er een stukje sleet ziet, niet ook een letter binnen de trottoirs kan. Dit is de winkel met de kleine ramen. Ja. Die heet Pasma. Vrouw Veenstra. Vrouw Veenstra van de Bakker. Ja. De twee zusters, Lisa en Geertje van der Werf,
Die stien bij mijn oren dan in de winkel. Hij had een jurk of een pak, hij moest die gang daarheen en nou, die raam tot die man ophouden. Moet dat ophouden, die winkel. Want dat weer iets, nou ja, het jaren erbij. Dat is dan weer in het dorp, hè? Dan ja. Is mooi als het alles kreeg en ze net in de boeten hoest. En die dwarfscontacten hou je ja. Veel meer als nou die in de kinderen worden. Mijn zuster dan Tieten. Bedienestaffen, wenninginrichting, confectie, gewone textiel. Je praktiseert net niet door om naar het dorp. Dat weer bij in de warp te krijgen en dan gaan je heen. Nou had je net een klantenbinding meer. En nee, mensen met volle mobieler gewoon. Ja. Lisa en Geertje nog eens. De squaljeugd die komt krijgt uit. Die wil er nog even tussen snuipen. Nee, stukje van een veld maar wij. Rotterheid zijn we dan vroeger. Door een stuk. Sapen. Sapen. Gaat hij mee met douwen. Geertje, Roosma. En haar man, Geert. Waar je direct nog precies op hetzelfde plakje. Ietsje. Ja. Sjelkeveenstra, de bakker. Die zuddelen de bakker. Ik denk dat dit weer op de Hanegravij is. Ja, nou, dit is wel Kalsbeek. Kalsbeek, ja. Thomas Hiltje. Had ik heel wat van de jeugd zo zijn. Oh ja. Het zit wel zo aan de dochter wel wezen. Misschien wel. Ja. Sietske, wie die dochter. Ja, net iedereen die kan je meer te plak krijgen, hè, dat. Nee. Deze ken ik echt niet meer. Nee, dat weer dan. Ja, het meisje niet. Dit binnen de zoon en de dochter van Thomas Hiltje. Dit is een van een Graatse matje. Dit is vaaie Anne. Ah, Vintje van der Wal. Vintje vindt het wel mooi leuk. Even net te herkennen, zeg. Ja, nou al, Henny Brouwer. Henny Brouwer. Oertje Hanne, de Vries. Prachtig. Vind ik echt prachtig om op te filmen. Prag Hoogland. Prag Hoogland. Gaan we alweer Tuman in Toutenburg. Ja. Ben het nu in Burgum, dacht ik. Minke, het zeer de Minke. Met hetzelfde poedeltje waar wat Fim, stadjes hier, of Pim. Kronenburgwei. Maar wat nog de Talma-wenningen binnen. Toen al gemeentewijningen. Ja. De Balsteen al. Dit is even weer de Balsteen. Dit is voor de Doornspleet. Had de vastkrijgt die halen. Ike, ook Ike. Hier. En Geertje. Rentje Geertje. Ja. Even een maatje klapje. Ja. Dat wil Ingrid wijzen van... Ja, die hadden net zoveel zijn mooi ook. Ja. Sjoerd van de Skilders ben bezig van onderhoudsbeurt. Jaap Eldering, mensen personeel. We hier in de traaien Skilders op het dorp. Griepstra en Hofstra en... Jaap Eldering. Eldering. Vrouw Hamstra van de Duitoerslaan. Tim Hofstra. Tim en Hofstra met hondje. Vrouw Atema. Ja, die wilde net op. Ja. Die jongen geven. Lubbert Kaaske. Meisje kwam de achter Tine. Met Tine van Akker. Tjitske van Akker. Ekker van Akker. Pietje. Pietje Dillema. Bekende verschillingen in Noord-Burgemeek. Ventje, de baakster. De Raiffeisenbank hier de toen nog. Het is een burg Rabobank en die is verplakt naar de Veldmanswei. Het is Maaike. Maaike Rauwerda.
met de bankman, zeggen we dan. Ik meer wel Huizinga. Ja, dat weet ik niet meer, hoe die hier. Dat ze mijn dochter ervan wijzen van. Rauwer daar. Want het is echt al heel wat verloren weer. Prachtige oude telefoon nog. Ja. Je bent weer bij de kleuterskwal of de naaiskwal. En dit is de vrouwenvereniging, neem het zo is. Dit is de president ervan, dat is vrouw Jager. En er zit Freek Jurma zijn vrouw bij. Wat een jongen, zit kijk eens goed. Vrouw van der Meer, vrouw Boonstra, Griet Boonstra. Sjoerd, wat waren er breiden? Ik zag het net zien waar dat is. Dit is Sigurds Anne. Van Tjerke Paard. Tjerke Paard, we hebben ook onderhand hier in Burgum. Brandt een Hiltje, die kwam er op waren wien en ze weer de oost en ze miste nooit een jong. Gassenboortje. Griet van Dijk. Ja. Hier met een Reven, ja. Hiltje, Koopmans. Koopmans. Lekker drok. Prachtig gezicht. Die had het nog er ook. Dit ben Bijtske. Sip weer, van der Meulen. Dit is Sip van der Meulen, klompmakersvrouw. Bouke van der Meulen. Afke. Afke. Veenstra, hè? Veenstra. Die ene vrouw is Boonstra en die oren dat is Tine van der Woude. Vrouw Laurens. Vrouw Laurens. En vrouw Pasma. Ja. Van Ritskeloon. Juist. En een beetje die jongere garde. En dat weer Matsje, die wennen op het Stadenheide. Ja. Dit is vrouw Vriesinga. Ja, Hatsje. Hatsje. Ah, dat waren uit een boek voorlezen onder tijd. En de vrouw die bereiden, hè? Ja. En naar de vrouwenvereniging ook heel was als toen. Riekstreet bij wijtje over het waterleidinggebouw, die het met daar. Ja, maar dit is de pastorale. Ja. Daar ben een vrouw Rietveld in. Rietveld, ja. Meer wel mij hamem. Katerbra, mijn café Intema. Nou, dat is heel wat verhoren. Ja. Wie vroeger een speeltuin bij. Ja, dit is het mijn stukje Intema. Op mijn Hutte Griepta. Met de bakkerij is van Visser. Ik dacht dat dit vrouw Spoor weer, maar ik weet het net helemaal, maar het kan ik zien horen. De bakkerijen wijzen. Ja. Bij 7 uur erbij, denk ik, ja. Dochter van Rentje de Vries. Ja. En dat is in je van Atema, dat jonkje dat is hier. Sietske Klotstra, vrouw van der Werf, van der Meer. Jan en Hetty van Sibben en Doete. Mijn tante, vrouw van der Meer. Met Hoensje. Vrouw Klotstra, de timmermansvrouw. Ben het ook nog op hetzelfde. Sibben van der Werf. Jeroen, hebben we de past ik nou in het oude kostuum. Ik had weer heel wat verloren. He? Ja, vrouw Sikkema. Gerrit Koopmans, ja. En Jeltje nou wij. Die wil er echt nog even niet jonken. Op de bank. Ze kwam daar achter Klaske. Bebe Klotstra. Die is er een van hier net al een beetje verloren. Ja, de timmerman. Seike Brouwer. Ja, in de witte hoesjes daar, tjen oe. Dat naar de squalen steert. Ja. Vrouw Koopmans, Trien. Meisjongen, ik denk van Klaas. Ja. Baptiste Tjerke. Sape de Vries. Letterlijk wel het een ja, moderne naam, maar Warenhuis de Vries neemt. Ja. Maar hier is het nog SW de Vries. Sape Witsje de Vries. Opkomstig uit Zo'n Bulten. En een winkel werd van alles te krijgen weer. Huishoudelijke artikelen, buitensgoed, bedden, vlierbedekking. Je kon ze raar eigenlijk net bedenken. Dit is een vrouw.
Hij hier voor alles een oplossing had, heel wat dingen voor het werk, voor het dorp. Toen die man er net meer weerde, wie eigenlijk het dorp weer, nou eigenlijk een beetje redder tevoren. Ja. Dukke Westerhof en Van der Meulen, Johannes. Boswachter West. Ja, Boswachter zijn we dan. Ja. Johannes die koe wel eens een weekendje voortwallen, want die wil een weekend als kerkje. Nou, ik denk het al. Hier en ik een half wat meer in het dorp. Ja. Nou, dit potje maar. Ja. Schemelam kan even demonstreren door Dukken. Dan kun je hier weer niks, alles weer. Dit is het vierde stukje van een 7 uur terwijl. Zien hoe het de garage Visser nog zit. Dat is die mem, Eke. Dit is uw mem. Die is aan het fietspoetsen. Die is aan het fietspoetsen. Ik dacht dat de jeugd het nou ook niet zo vol met die. Nee. En je heid. Dit is mijn heid. Die kwam uit het werkwij. Die pandakker. Dekker van zijn beroep. Dit was Jim Borden. Dit was de Borden. Dit was Beert en Witske. Dit was Meike. Boonstra. Meike Boonstra. Ach, ja. Anne. En Jonke Wenne Freke Anne. Ja. Mevrouw Durema. Ik neem maar even de Gerre erop. En de slachter die kreeg nee en onvoer. De slachter van de Devin Jonke. Houtje Vlees van de Barig misschien wel. De slachter Veenstra. Ja, was je vrouw. Jurien Kloosterman, van Johannes Kuperswij. Had ik bij de bakker geweest, dacht ik. Letter naar Jean Margon. Ja. Die komt Hiltje Wieboon, wie bij de Vries. Op een 7. Dit weer de Hendrik Evert. Ja. Harmkoop, maar Jurien als wij. Harm bracht de krant altijd bij ons. Johannes en Ietsje Westra, op het hoekje. Op het hoekje van. Jan de Jong, Jan Boerke zijn we dan. Met de malkamer. Ik heb een radderij. Heb je een paardje in Jonken dan? Ja. Mevrouw de Jong. Jan nog eens een keer wij. Bussen naar bij de dik kan je zien. Pop en Janke, Westerhof van de 7 en Sjelke van der Veen. Dit is de jeugd van. Op het bankje. Ja, Janke bankje weer echt jong 7 van de Mali. Ik geloof net dat Janke het gebed erin had. Nee, denk het net. Maar pop gaat de people aan. Maar jongens, dan weer de Mali in het werk die en dan even het bankje. Ja. Sjouke Kapper. Dat weer nog een statiebladje. Ja. Jemke Pitsje. Dit weer oude vrouw Hiltje Evert. Dit weer de. Ja, een boeren van de Veenstra's. Henke, Ohne Henke. Ik bedoel. Zeg maar ik nog even uit. Ja. Dat is dit zo wat mooier. Bijzure, ja, zeggen we even zien wat Steenik is, de vrachter die er vroeger wijnen. Dit is. Dit wie echt een dwarfsbeeld. Ja. Wieger, Spoelstra met Karken. Ja. En dit wie Bosma. Dit liek het de jager wel. Die doet mee en weer. Jappie Wagenaar, die hele zieke van zijn geld op in de tijd. Het is Suske. Suske Visser, Visser, ja. Hij liet Pieter erachterop. Vrouw Dokkema. Teetske. Oenaaltje. Een van de jongens en de dochters. Hilly, denk ik wat het is. Dit is Hilly toch? Ja. Simk. Simpje. Simpje. Simpje, ja. Ja. De jager. En dit is Henny van der Meulen. Moalman, zijn vrouw. En dit is het hoekje van Koekhenne. Hier hebben we de Naaiskwallen, zouden we dan vroeger zijn. De Damclub houdt stand. Dus Haaien Zielstra. Van verschillende kanten komen de leden hierheen om te damien. Spijtig genoeg is hier de club. Nou net in elk geval net meer in Noord-Burgum. Deze man die kent de meeste net. Nee, dat ben al ik van boeten nu. Daar zit Jan van der Wouden nog al. Ja. Daar zit Jan van der Wouden. Ja. Ik een echte damer.
Het was spannend, kan je misschien. Ja. En hier komen de bekers. Lied begon? Ja, maar ze gaan al vooruit. Maar ze gaan staren gewoon een keer zo heger. Dan kan je al een echte beker nemen. Ja. Dit zal de voorzitter dan worden. Toen, ik dacht dat dit een Van der Meulen weer, maar ik dwaad net eens even. De balsteen, de warpshoes, nog een oude uitvoering, en de oude ingang nog. Ja. Hofman, de beheerder. Bij de vitrine met steen, dit van meester Bos. Die ben nou, die steen, die ben er nog niet meer. Lezen ook nog een paar in de kelder, maar de oren ben naar het streekmuseum gegaan. De gymnastiekploeg. Alle keer oefenen op het pleintje. Bij de balsteen. Ja, nu nog een veldje, hè. Nou is dat parkeerterrein. Ik kan wel zien, de bank stierde er dan net, de oerstijgskwallen stierde er dan net. Nou, dat werd wel goed geweest, dingen. Ja, de jeugd weer wel actief. Dat is Jeke van Jemke Pietje. Ja. Je leraar weet ik net hoe die heet. Dat moet een beetje aan Anton Gezing denken. Ja. Een heel fras figuur. Ja. Ja, dit zijn de voetballers. Aldert Hietkamp. Aldert Hietkamp bij de wie, ja. Een rondje draaien. Even warm draaien. Ja, de meeste jeugd en een vreselijke hekel aan hier. Die had er. Dat is Jan Bosma. Ja. Kan je nog wel even zien. Sepke, dacht ik. Sepke, ja, van Pieter Spitsje. En dat is Jok van Wie Wafke. Ja. Ik ben al een keer kruiven gegaan, maar het best toch zo hou griezelig erbij is. Ja. Welke reden? Een gymnastiek, een orengroep, een beetje groter. Een vrouwje. Ja. Treinie Hofstra, ligt het niet aan? Dat ligt het niet zo wel aan, ja. Ja. Je kennen ze net al, ja, meer me. Het had mooi waar geweest, maar dan was je dat al in het boeken kennen. Nee. Ja, dat is Treinie Hofstra wel. Rietveld. De muziekvereniging Berlef. Tamboes er voorop, tamboemeteren. Hein van der Heide, Hein Bakkers zijn we altijd nog, omdat er vroeger Bakkerwest had. Arle Bosma, Liekele Westerhof. Daar ben ik zelf. Bram Bosma. Wie is Poelstra, is dit er nog? Harm van der Meer, Bas, de politie van Kaderbra, Johannes en Gelle, Freek en Jekke, Freek wie Maltboer, buis op het dorp. Korps had nog groter geweest, zei het eerst jaar. Ja, in de beginjaren voort na de oorlog, in de ronde 50er jaren, had het wel 70, 80 man hadden bij geweest. Pijperkorps, Groot-Tamboerkorps. Ze organiseerden dan een festival met Pinksterman die in de Bosk. Bosk, in Bietoutenburg.
dat wie altijd groot feest in Noordburgen. De zangvereniging van de Baptiste gemeente, met directeur Wiebenga. Oets de Vries hier, Pieters vrouwtje, Johanne, Bootske, Auke Sietske. Paske door, kijk nog aan in Noordburgen. Ja. Vrouwvereniging van de hervormde tjerke. Toen het hier alleen een woordje schijnen was. Ja. De moord is ook wat verloren. En de takkomst ik weer erachteraan. Ja. De jonge leer. En wie in het Rietveld en de vrouwen wij. De gymnastiekvereniging. Wie net niet eenheid met alle kleren, he, zien of zo elke groep zijn eigen kleren aan. Ik denk het haast al, leeftijdsgroepen. Ja. De ouderen, wat jongeren. Maar het werd een hele spannende dag. Ja. Ben ik mijn vrouw van de trouwde dames bij. Janke de Vries weer. En Reina dacht ik, de Vries daarachter van Romke Kor. Dit weer de voetbalclub. Voetbalclub. De vlag voorop. Ja. Zij had het. Dit had in je groepje van de voetbalclub West, want ja. Dit weer een zal ik in. Het Albert Sikkema erachter aan. Ja. Vijenwesteren, ja, maar de judo club. De judo, ja. Dat gaat vijen heel veel jaren dingen. En toen weer de sportvereniging weer in je orgaan, he? Ja. Zitten al die club zitten binnen wat erin. Weer in je sportvereniging. En wie staat een matje hier vooraan? De weer in de bejaarden ja. Van Noordburgen. Oh, de Hendrik Evert zit nog in het midden. Sjoerd. En Sjoerd, ja. De zoon. Vooral je draagt erom. Hier dan kan het hele mooie bejaardenreisjes. Ja. Dan rannen ze naar de list en dan elk jouw wat. En dan gaan de bejaarden en daar voor. Had ik altijd schande voor dat dat ophouden is. Ja. Want dat wie ik en daar. Dan gaan je mij naar de bal zien en dan kwamen ze weer om. Muziekkorps erbij, hè? Ja, muziekkorps helpt er dan op, ja. En het weer echt in de warps gebeuren. Oorsluiten in de balstien, ja. Heel te kan dat dat ophouden is. Die had er ook nog wat zin in, nou, in dit hier werk Nozems in Noordburgen. De Brammerman. De eerste Brammerman. Ja. Applausje voor jezelf. Ja, dat is het.